wij allemaal. Leuk jullie weer te zien. En goed jullie weer te zien. Ik zit even in mijn pyjama hier vroeg even op te nemen. Ik heb een hele grote shoplog, maar ik ga er heel snel doorheen. Eerst even de DM. Ja. Er zit wat mijn kusbellen bij, dus op de een van de vingerschatting. Ik heb in ieder geval adventkalender gekocht van de Trend It Up. Dat is een make-up kalender. En die zag ik wel staan. Die was 27,95. Dan heb ik droog shampoo. Het is een hele lijst hoor. Dus ik moet heel even kijken. Die was 1,95. Zet het even in, ja. Dan heb ik Nivea. Dan hoop ik dat ik die nog kan vinden. Zeker 1,85. En dus spul voor je spieren. Hier. En die was 4,95. Heb ik de Wild deodorant. En die was 13,95 en die was 5,95. Heb ik ook twee keer. Zakdoekjes, ja, iets van 95 cent of zoiets. €0,75. Dan heb ik deze twee reinigingsdoekjes en die waren €0,95 per stuk. Dan heb ik make-up gekocht en die kan niet eigenlijk ik heb een beetje mijn hand gekneusd. Gekocht van Catrice en Essence. En die kan je alleen in Duitsland krijgen en niet in Nederland, dus mijn excuus ervoor. Ik heb twee make-up kwasten. Ik hoop dat ik ze terug kan vinden hoor, want die 4 zoveel. Er staat alleen Disney make-up. Meer kan ik niet lezen. Heb ik ook een Mickey palet. Deze. Dat zijn deze kleuren. Ik hoop dat je een beetje kan zien. En die is. Die moet ergens hier staan. Dat was die 9,95. Maar ik weet niet zeker.
durf ik niet zeker te weten te zeggen. Een wimperkruller. Die was ook 4,95. Twee keer mascara. Even kijken hoor, ja. En nog één. Deze was 2,75. Deze was 5,45. Winnie de Pooh handcreme. Ik durf het niet te zeggen. Dit vond ik zo leuk. En dit is even kijken. Oh, die handcreme was... Die handcreme was 3,45. En deze is 6,95. Dit is een make-up balm. Even mijn koffie in de hand. Volgens mij was die 6,4 of 6. Kijk. Zie allemaal cartrice en dingen. Dus is voor mij best wel lastig. Winnie de Pooh highlighter. 4 of 6, zoveel kan je dit niet meer. Dit is Mickey Blush. Even kijken. Dus allebei 3,95. Oh, ik ben wel heel erg onscherp. Zo. Oogpetjes, die was zeker duurder. Dat is mijn 12. Ik wil er vanaf weten, het kan ook die paletten zijn. Dit zijn bronzers. Tijgertje, een knorretje, leuke nummer, 020 en 010, even kijken, highlight was 5,95. Precies van 3 tot 4. Dan heb ik twee paletten. Ik kon niet kiezen. Ik heb deze kleuren. En deze kleuren. 010. 030. Kijk. 010 was 12,95. En 030 was ook 12,95. Jullie maar een beetje kunnen zien. Zo. Dat was DM. Zijn we ook nog naar de medicamentengrenzen geweest? Daar heb ik drie pakjes van gekocht. Maar ik
van 99 cent. En dan had je 5 make-up producten voor 5 euro. Dus ik heb 2 lipsticks gekocht. Dit zijn de nummers. Trend Up Base Soft Care Milk. Stays. En een schaduwpaletje. Strobing Stones. Deze. Dus dat was 5 of 5 euro. 4. Ja. Zijn we nou nog een DM geweest? En daar heb ik deze lipstick gekocht. En dit zijn de nummers. Ook alleen in Duitsland te verkrijgen. Trouwens, die Trend Up ook. Die was even kijken. €13,95. Terecht geweest bij de Primarkt, heb ik deze gekocht voor 4 euro en deze 2 voor 4 euro en deze hangers 3 voor 3 euro. Nou. Dan heb ik zakjes gekocht voor mijn diamond painting. En die waren, even kijken, €1,49 per zakje. Heb ik deze gekocht. €1,95. Ja. En een tandenborstelhouder voor €1,69. In Duitsland Action geweest. Daar heb ik deze gekocht. Deze kleur. Deze kleur. Of in Nederland wel. Deze kleur. En deze kleur. Ze waren allemaal... €0,99. Nog een Action Trip. Die was toevallig in Den Haag. Ik had ook een Libra Trip. Daar heb ik deze gekocht. En deze. Ik weet alleen de prijs niet meer, want ik heb de bon niet gekregen. Deze, de cinnamon. Deze, voor mijn... die wattenstokjes. Heb ik een
lippenbalsem gekocht. Twee setjes oorbellen. En een aantal pakjes van die lijn. Nog een tripje gedaan. Action. Dan heb ik deze twee gekocht. Lippenbalsem. Want de rente komt weer aan. Nee, kom niet even los van het ooglip. Nou. Dat was mijn shoplog. Ik weet, het is niet chill. Maar is ook niet erg. Tenminste, iets om lekker te doen. Nee. Zeer geweldig. En ik zou in ieder geval zeggen, dikke kus. Bye bye. Vergeet niet te abonneren. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte.